Meneer de minister-president, collega's, Olivier van de Kastelen is een 41-jarige hulpverlener die sinds februari in een Iraanse gevangenis zit. En het gaat niet goed met hem. De familie heeft hem deze zomer kort kunnen spreken en hij toonde duidelijke tekenen van vermoeidheid, zag er vermagerd uit, sterk verouderd, waren tekenen van haaruitval. En duidelijke tekenen ook van een zwakke mentale gezondheid. Collega's, dit moet verschrikkelijk zijn. En Iran is immers een islamitische schurkenstaat. En we hebben het daarnet ook gehoord. Deze namiddag zullen we nog voorstellen van resolutie hieromtrent bespreken. Meneer de minister-president, gisteren heeft een Brusselse rechtbank beslist dat op basis van een gecontesteerde beslissing federaal... dat er een uitlevering of een wissel kan gebeuren tussen de Iraanse terrorist Assadi en Olivier van de Kastelen. En deze beslissing is op korte tijd niet gedaan, of toch op zijn minst op hold gezet, omwille van het feit dat haar beroep tegen aangetekend is. En dat leidt mij natuurlijk tot mijn vraag, meneer de minister-president, wat heeft u in het verleden reeds gedaan in dit dossier en wat zult u in de toekomst nog doen om ervoor te zorgen dat Olivier van de Kastelen veilig thuis kan komen? Dank u wel, meneer de minister-president, voor uw antwoord. Ja, de tegenpartij is inderdaad een autoritair islamitisch regime waar soms weinig tegen te doen valt. Maar sinds maart van dit jaar is er toch een deal tussen België en de Iraanse autoriteiten. En het valt te verwachten dat het Iraanse regime die deal zal misbruiken in de toekomst om misschien nog meer landgenoten in de problemen te brengen. Ja, er is trouwens ook het geval Jalali waar u naar verwezen heeft. En men moet inderdaad, meneer minister-president, zeer omzichtig omspringen met dergelijke situaties. Zeker als we te maken hebben met Iraanse islamitische terroristen. Meneer minister-president, Vlaams Belang en de N-VA hebben in de Kamer schouder aan schouder gestaan om in dit dossier van gevangenenruil toch wel te wijzen op de grote gevaren hiervan. En vandaar mijn bijkomende vraag. Zal u als minister-president een duidelijk signaal geven aan uw federale collega's dat er hieromtrent duidelijke problemen zijn? Ja, meneer de minister-president, Vlaams Belang zal zeker blijven aanklagen dat een land gelijk België ermee instemt om islamitische terroristen uit te leveren. Wat ons betreft kan dit helemaal niet. Wat dit dossier betreft is het natuurlijk zo dat het geen gemakkelijk dossier is. Maar het mag duidelijk zijn dat we met z'n allen hopen dat dit dossier verder in goede banen kan worden geleid.